dat we het lokaal zo vriendelijk mogelijk hebben ingericht. Dat het een beetje voelt alsof je thuis een kopje thee gaat drinken. Buitenschoolse Begeleiding De Kiezels is een opvang voor kinderen met verstandelijke en of lichamelijke beperking. Het zijn kinderen die na schooltijd hier komen omdat bijvoorbeeld hun ouders moeten werken en zij niet passen binnen een normale dagopvang of naschoolse opvang. Of het is om het gezin te ontlasten omdat de zorg al best wel zwaar is. Hoe zij dan daarmee omgaan is echt een kunst. Elk kind is natuurlijk anders en dat is in het dagelijks leven ook zo. Maar voor deze kinderen is het soms net iets anders en hebben ze allemaal net een iets andere beperking of een ander syndroom. In een groep wordt ze meer gestimuleerd om contacten te leggen en een kind groeit als ze ook met leeftijdsgenoten is. Daar proberen we ook op in te spelen door echt te kijken naar het kind. Wie is het kind? Wat heeft het kind nodig? Wat vindt hij leuk om te doen? Maar daarnaast moet het ook een besteding van hun vrije tijd zijn waarin het ontspannen is. En dat we niet alleen maar aan doelen aan het werken zijn ofzo. Heb jij ook een vork en een lepel en een mes? Spelend wijze, benadruk ik het, spelende wijze, dat ze ook begeleid wordt, gestimuleerd wordt. Soms is het best ingewikkeld om thuis alle zorg en aandacht te geven. En dan is het fijn als ze naar een plek kunnen komen zoals deze, De Kiezels. En wij werken samen allemaal aan één doel of aan één bijzonder iets, leuk iets. En ze doen het heel goed, hartstikke goed. Ja, het geeft alle ouders, iedere ouder, een goed gevoel.